Het is heel simpel. Als je wat minder diep zaait, daar waar je minder diep zaait, is de bodemtemperatuur ook sneller boven die 10 graden, zie je een vlottere kieming. Waar op sommige plekken de mais al gezaaid is, zijn er nog steeds plekken waar het water op het land staat. Welkom bij Boerderij Uitgelicht. Vandaag spreek ik met Arjan hoe je ondanks de natte omstandigheden toch goed mais kunt zaaien. Hoi Arjan, dit jaar duurde het echt heel erg lang voordat je het land op kon, omdat het vaak te nat was. Wanneer is het eigenlijk al te laat om de mais te zaaien? Tot wanneer kan het nog? Ja, wat ik altijd zeg is dat optimale zaaitijdstip ligt tussen 20 april en 15 mei. Na 15 mei kan het betekenen dat ten koste gaat van de opbrengst. Maar dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van het groeiseizoen. Het verloop, de rest van het groeiseizoen. Ja. Opbrengst van de kolf, of waar moet je dan aan denken? Daar moet je uiteindelijk dus aan een voldoende afrijping denken. En daarmee ook tegelijkertijd natuurlijk aan droge stofopbrengst en aan voederwaarde, aan kwaliteit. Stel, je zit toch na die 15 mei, zeg maar, je zit eind mei, wat in sommige gevallen dit jaar best wel voor zal komen. Ja. Wat kun je er dan toch nog aan doen om goede mais te krijgen? Ja, en een van de opties, misschien wel de beste, is kiezen voor een vroege maisras. Die dus simpelweg minder groeidagen nodig heeft om uiteindelijk toch aan die afrijping te komen. Heb je het idee dat dat gaat gebeuren, hè? Dat je dus toch laat moet gaan zaaien? Probeer dan toch tijdig contact op te nemen met de leverancier. Met de vraag of dat maisras, dat ultravroege maisras, nog voorradig is. Want dat is vaak een probleem. Vaak is dat niet het geval. En ja, dan zul je toch dat maisras moeten zaaien wat je besteld hebt. Ook mogelijk al geleverd hebt gekregen. Ja, en dan kan het misschien, maar dat is niet zeker natuurlijk, betekent dat hij dus uiteindelijk niet voldoende rijp geoogst moet worden. De natte winter heeft best wel wat impact gehad op de bodem. Hoe zorg je dat je dit jaar toch de bodem weer in goede conditie krijgt om te zaaien? Ja, ik vind het heel belangrijk. Kijk, eigenlijk moet je voorkomen in plaats van genezen. Dan moet je dus denken aan het verbeteren, als dat nodig is, van de bodemvruchtbaarheid. Het verhelpen van structuurschade, het voorkomen van structuurschade. Dus dat begint eigenlijk al het seizoen of de seizoenen voorafgaand aan het nieuwe groeiseizoen. Is dat niet gelukt of heb je te maken met overmacht? Dan dit jaar was wel heel extreem natuurlijk. Dan is het heel extreem. Dan is geduld bewaren is toch altijd nog wel het devies. Men wil vaak te snel aan de gang. En ik begrijp dat ook wel. Ik bedoel, als de zon begint te schijnen, de temperatuur neemt toe. De kalender zegt dat het, 24 april is. Dan wil je mais zaaien. Maar de omstandigheden moeten het wel toelaten. Ja, want die bodemtemperatuur die was dit jaar al heel vroeg hoog eigenlijk. Maar het was vaak nog te nat op het land. Wat doet dat voor de onkruiddruk? Ja, kijk, onkruid gedijt vaak heel snel op plekken waar je het niet wil hebben natuurlijk. En in grote hoeveelheden is afhankelijk natuurlijk ook van de grondbewerking. Hoe je die hebt uitgevoerd. Is er geploegd of wordt er niet geploegd? Wordt er aan niet kerende grondbewerking gedaan? Hoe is het in de eerdere groeiseizoenen verlopen qua onkruiddruk en het bestrijden van onkruiden enzovoort enzoverder. Heb je ermee te maken, dan zou je kunnen overwegen om een voorkomstbespuiting uit te voeren. Om daarmee eigenlijk de eerste onkruiddruk de onkruiden te onderdrukken. Gevolgd door een naopkomstbespuiting. Spuit je het liefst zo weinig mogelijk. Ja, dan zou je kunnen denken natuurlijk aan een mechanische onkruidbestrijding. Hè, door te schoffelen of te eggen of noem het maar op die manier. Mais kun je ook eigenlijk op verschillende manieren bemesten. Wat zijn nou de verschillende opties? Ja, nou, het meest gangbaar is natuurlijk nog steeds bemesten met organische mest. Vaak runderdrijfmest of varkensdrijfmest. Op sommige plekken wordt er ook nog met ruige mest, zoals men dat noemt, bemest. Dus stalmest, stroommest. Dat is nog steeds het meest gangbaar. We zien natuurlijk wel dat de mestwetgeving en ook de gebruiksnorm mais ervoor zorgt dat de mestgiften in zijn totaliteit wel wat afnemen. En ik ben ook nog steeds een fan van een bijbemesting in de rij op het moment dat er gezaaid wordt. Dan bladbemesting bedoel je? Of op welke manier? Nee, dan hebben we het dus over een bijbemesting in gegranuleerde vorm, dus in korrelvorm, ofwel in vloeibare. Die dus op de maiszaaimachine eigenlijk tegelijkertijd met zaaien gezaaid wordt of verdeeld wordt. Dus dat moet je eigenlijk zien. Ja, dat zorgt er dus voor, dat ligt dan ook dicht bij het zaadje. Dat maakt ook dat als de kieming er is, het kleine jonge plantje ook in staat is om direct vlot opneembare nutriënten, stikstof, in sommige gevallen fosfaat op te nemen om vervolgens vlot weg te groeien.
We hebben nu ook te maken met derogatie. Je mag in totaal minder bemesten. Hoe ga je daarmee om met je maisland? Ja. Nou, kijk, ik kan me het verre verleden nog herinneren dat er eigenlijk onbeperkt bemest werd op mais. Simpelweg omdat mais heel veel mest kan verdragen. Dat is absoluut niet nodig. Je ziet dus dat mais heel efficiënt met mest om kan gaan. Dat is ook weer afhankelijk van het moment van bemesten. Er wordt natuurlijk nu ook gezegd dat het slimmer is om een deel van de mest die anders op de mais zou brengen naar het grasland te brengen. In verband met het verdwijnen van derogatie en de besparing op kunstmest voor grasland. Dat kan, maar niet onbeperkt. Je ziet natuurlijk wel dat je op een gegeven moment te maken hebt met een ondergrens. Kom je daaronder, bemest je minder dan dat het gewas daadwerkelijk nodig is. Wat is die ondergrens? Ja, dat verschilt per ras of per gewas eigenlijk. Dat is eigenlijk sterk afhankelijk van de opbrengspotentie. We noemen dat de genetische opbrengspotentie. Heb je een gewas waarvan bekend is op basis van de proeven, proefveldresultaten, dat het een enorm hoge droogstofopbrengst kan realiseren, dan zal het naar verhouding ook meer nutriënten onttrekken. En dat betekent dus ook dat het meer gevoed moet gaan worden. En ik hou altijd 200, 100, 300 aan. Dat is een beetje een gulden stelregel die ik voor mezelf altijd aanhoud. Dus dat betekent 200 stikstof, 100 fosfaat, 300 kalium. Dat is echt wel de bovengrens. Dat hoeft niet bemest te worden met organische mest en kunstmest. Want dat is ook weer afhankelijk van de bodemvoorraad. Maar kun je die kant op sturen, zeg maar, door de bemesting daarop op aan te passen, dan weet je in ieder geval dus dat je verzekerd bent van een goede opbrengst en een goede kwaliteit. Bedankt voor jouw verhaal. Graag gedaan. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Dit was Boerderij Uitgelicht.